Roos, wat doe je daar? Gekkie, heb je mijn plekje gevonden? Hij is heel geïnteresseerd in wat ik allemaal ga doen. Hey iedereen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik kunst maken met bellenblaas. En hoe ik dat ga doen, ga ik je nu laten zien. Wat je hiervoor nodig hebt is natuurlijk bellenblaas. Ik heb deze grote fles gewoon gekocht bij de Action. Is onder een euro en nou, het is echt super veel. Een lege plastic fles. Een fruitnetje. Deze gaan we zometeen om de fles heen spannen. Plakband en een schaar. Waterverf. Een diep bord. Ik heb er twee, want ik wil twee kleuren gaan gebruiken. Een Stanley mesje om de fles zometeen open te gaan snijden. En twee A3 vellen. Het eerste wat we even gaan doen is deze twee A3 vellen aan elkaar plakken met een beetje plakband aan de achterkant. Zo hebben we meer ruimte waar de bellen op kunnen landen. En ja, krijg je op verschillende plekken misschien verschillende effecten. Leg de vellen zo strak mogelijk tegen elkaar en doe er daarna even een plakbandje op. Draai daarna de vellen om, zodat je het plakband niet meer ziet. Nu gaan we de fles opensnijden, zodat we het netje eroverheen kunnen spannen. Ik ga hem snijden tot aan het etiket. En dan ga ik deze kant met de dop ga ik zometeen gebruiken. Als je nog onder de 14 bent, vraag dan even je ouders om hulp hiermee, want zo'n mesje is best wel scherp. Het hoeft niet perfect recht te zijn, want je gaat er toch iets overheen spannen. Pas wel op voor de scherpe randjes die je net hebt gesneden, dat je je daar niet aan prikt. Dan gaan we nu het netje over de fles spannen. Ik doe dit gewoon zoals hij is. Ik ga hem verder niet bijknippen. Ik doe hem er gewoon overheen. Zo. En dan ga ik er eventjes een plakbandje overheen doen, zodat hij blijft zitten. Trek hem zo goed mogelijk strak en doe er dan een plakbandje overheen. Nou, alles zit. Hij ziet er misschien niet het mooiste uit, maar wat we er straks mee gaan maken is wel echt heel gaaf. Haal nog even de dop van de fles, want die hebben we niet nodig. Dan gaan we nu het bellenblaasmengsel maken. Hiervoor hebben we natuurlijk bellenblaas nodig. Wat water om de waterverf te mengen. En de waterverf zelf. Ik doe eerst even wat bellenblaas in de borden. En dat mag je wel redelijk ruim nemen, want je moet natuurlijk die fles er nog indopen. Dus daar moet wel genoeg ruimte voor zijn. Dan ga ik nu de waterverf wat meer vloeibaar maken. En mengen met de bellenblaas. Nou, de twee borden bellenblaas zijn gekleurd. Ik heb gekozen voor blauw en paars. Ik denk dat dat wel leuk staat bij elkaar. Dan kunnen we nu beginnen met het bellenblazen. Wat je nu doet is je doopt de fles met het netje in het water. En dan ga je gewoon blazen door de dop. Thank you.
Dat was dan mijn video. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En druk ook even op het belletje. Want de laatste tijd komen de video's niet meer in je subbox. Dus het is fijn als je er toch wel een melding van krijgt. En dan krijg je ook gelijk een melding als ik weer live ben. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!